Kijk, dit is onze tiny house, grote keuken en barbecue. Het is waarschijnlijk de meest opzienbarende foodtruck van ons land, de Vrijheid. Vorig jaar bouwden twee vrienden uit Krijl deze rijdende blokhut. En daar hadden ze een opvallende reden voor. We werden allebei 50 en we hadden geen hobby. En vrouw, kinderen, werk, maar nul hobby's. Dus toen zijn we naast ons op zoek gegaan naar een hobby. Ja, hier hebben we de zalmen erop liggen. In dit geval vier zijdes, die heb ik even doorgeknipt. In acht mootjes dan, zeg maar. En dan doen we warm roken. Dus toen dachten we, doen we een foodtruck, maar we willen niet achter zo'n raampje staan. Dus toen zeiden we, dan maken we een rijdend eetcafé. Ja, dat die hele zijkant opensloeg, dat was een harde eis. En dat we met sloophout aan de buitenkant gingen timmeren, dat wisten we. Oude dakplaatjes, van die verroeste dakplaatjes op het dak. En dat we erin konden slapen, want als het dan een keer gezellig is op een feestje, dan hadden we eigenlijk geen zin om terug te rijden. Dus die vier dingen wisten we. Hier is onze slaapcabine. Er zitten wat broodjes in. Kijk, hier hebben we nachtkastjes. Ik slaap altijd rechts, Rit slaapt links. En als we dan een gezellig feestje hebben, dan kunnen we hier mooi in blijven slapen. We zijn bijna een stelletje hier. Ja, dat is wel. We hadden vroeger ook wel eens zagen, maar elkaar maanden niet. Ja. Hè? Dan was jij druk met je werk, ik druk met mijn werk. Ja, nu trekken we. We zijn twee weken naar Portugal geweest met het ding. Als camper, hè? We kunnen erin slapen. En dan slapen we naast elkaar. Nou ja, dat gaat gewoon super. We hebben allemaal onze eigen taak. Ik doe de afwas. Ja. Het in- en uitklappen is best wel een werkje. Moet je een beetje secuur doen. Want alles klapt weer in. He, dus alles moet ingevouwen worden. Alles wordt weer met een lier naar binnen getrokken. En dat is een heel ritueel. Het is duidelijk, de twee vijftigers hebben hun hobby gevonden. Dit weekend stonden ze met foodtruck De Vrijheid op het Tulpenbelevingsveld in Krijl. Eigenlijk doen we alleen dingen die we leuk vinden. Dus we hebben geen verdienmodel. Kijk, natuurlijk, het is leuk als de kosten betaald worden. En dat gebeurt ook. Maar het is niet dat we ervan hoeven te leven of er geld mee moeten verdienen. Puur hobby. Hobby. Ja,